Er is na 24 jaar een einde gekomen aan de juridische procedures rondom de grensovergang Altena-Hetsteeg. Het grenswerretje tussen Groesbeek en Kranenburg. De provincie Gelderland heeft de dwangsom van september 2015 dit jaar formeel ingetrokken en de gemeente Bergendal het beroepschrift daartegen bij de Raad van State. De grensovergang werd in 1994 gesloten. In de jaren daarna probeerde de voormalige gemeente Groesbeek de weg opnieuw open te stellen voor het autoverkeer. In de zomer van 2015 ging de weg weer open voor auto's. Ja, kort samengevat, het heeft heel erg lang geduurd. Toen de grenzen in Europa open gingen, ging deze eigenlijk min of meer dicht. Tenminste voor autoverkeer. We konden er altijd te voet of met de fiets langs. En eigenlijk wilden Kranenburg en Groesbeek graag dat de grensovergang ook voor autoverkeer open zou gaan. De straat heet niet voor niets de Kranenburgse straat, dus het is heel logisch. Het was ook vroeger al de kortste verbinding. Nou, uiteindelijk zijn de gemeente Kranenburg en Groesbeek het eens geworden over de aanpak. Kranenburg is toen al gestart met het opknappen van de weg, de Hetsteeg. Zonder dat ze zeker wisten of het aan deze kant wel door zou gaan. Nou, dat was best wel riskant, want ze kregen een forse subsidie van het Bundesland. Maar dat zouden ze weer terug moeten geven als de grensovergang gesloten zou blijven, terwijl de kosten dan al gemaakt waren. Nou, dat is gelukkig allemaal goed gekomen. In Nederland hebben we te maken gehad met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die met dwangsommen gedreigd heeft toen we de weg wilden openstellen. Maar uiteindelijk zijn we daar in goed overleg met de milieugroep wel uitgekomen door het nemen van aanvullende maatregelen. Het heeft behoorlijk wat geld gekost, maar het grootste deel van de kosten heeft toch te maken met het opknappen van de weg zelf. De kosten waren begroot op €856.000, maar vielen €211.000 hoger uit. Dat blijkt uit een evaluatie van het hele project waar het college van burgemeester en wethouders dinsdag kennis van heeft genomen. Het heeft zoveel langer geduurd, dus kosten stijgen in de loop van de jaren. Want het is toch een weggedeelte van ruim 1,5 kilometer wat helemaal opgeknapt is. En daarnaast alle juridische kosten. Zoals ik al zei, we zijn nogal eens bij de rechtbank geweest, we zijn bij de Raad van State geweest. Dus juridische kosten die hebben de zaak toch best wel duur gemaakt. Had het sneller gekund? Ja, die vraag die kun je achteraf altijd stellen van als we het anders aangepakt hadden dan. Misschien wel. Maar wat je heel duidelijk bij deze grensovergang ziet, dat is toch het grote verschil in benadering tussen Nederland en Duitsland. En je hebt het toch over hetzelfde stukje grondgebied in Europa. En dat blijft toch een beetje vreemd.